Martijn Bartel, morgen wacht weer een wedstrijd tegen FC Dordrecht, maar eerst even terug naar afgelopen maandag. Hoe kregen jullie te horen dat die wedstrijd werd afgelast? Nou, we hebben een groepsapp met alle spelers daarin en daarin werd het bericht gezet. Dus ja, dan weet je dat je niet hoeft te spelen, maar dat je mag trainen die avond, of die middag eigenlijk. Ja, waren jullie daar blij mee zelf? Nou, het liefst speel je altijd, maar goed, deze weersomstandigheden lieten niet toe om te spelen, dus dan ben ik wel blij dat het afgelast wordt. Ja. Hebben jullie deze week verder een beetje normaal kunnen trainen? Jawel, ja, eigenlijk wel. Ze hebben er alles aan gedaan om het veld hier bespeelbaar te houden, te maken en te houden. En dat is wel vrij goed gelukt, dus we hebben gewoon elke dag prima kunnen trainen. En dan wacht morgen FC Dordrecht. De trainer zegt net, jullie moeten weer wat dominanter worden. Hoe moet dat zich tot werking brengen vanmorgen? Nou ja, we moeten de bal langer in de ploeg houden, denk ik. En dat niet alleen door tikjes terug, maar ook gewoon op de helft van de tegenstander. En dat is niet heel gemakkelijk. Daarvoor heb je creativiteit nodig en spelers die bewegen. En nou, daar hebben we deze week op getraind. Dus we hopen dat we op de helft van de tegenstander gevaarlijk kunnen worden. Ja, en dan FC Dordrecht. Wat weet jij van die ploeg? Nou ja, dat ze heel goed zijn begonnen en dat ze de laatste periode iets minder doen. Maar ik ben op dit moment eigenlijk ook niet zo heel veel bezig met andere ploegen. We hebben druk genoeg met onszelf, er is van alles gebeurd. We hebben afgelopen wedstrijd gewonnen. En wij willen die reeks voorzetten op de manier zoals ik dat net vertel. Dus ja, ik hoop dat we morgen gewoon winnend afsluiten.